Ik ben... Nou, ik hoef niet... Jij bent aan het roken, dus volgens mij mag je niet praten. Je bent gewoon... Je staat vastgeroest 15... Volgens mij ben je aan het roken, dus mag je niet praten. Ik moet je nagaan. Geld. Geld. Dat is echt zot voor woorden, man. Nou, ik weet niet waar je mee bezig bent, gozer. Nee. Is dit nou een soort van... Wat wil je uitlokken? Dat je een soort van reactie met me probeert? Of dat ik in een keer... Ja, wat wil je nou eigenlijk? Jongen... Ja, ik ben gewoon ronduit verbaasd, Ger. Verbaasd? Ja. En, oké, en nu zeg je dit. En nu, wat verwacht je van me, wat ik doe? Nou, misschien kan je een beetje uitleggen wat je motivatie is. Nou, ik doe gewoon wat ik doe, Jess. Maar waarom doe je wat je nooit hebt gedaan? Ik doe gewoon wat ik doe, Jess. En of ik nou dit blaadje nu naar de prullenbak breng... Dan is dat mijn goed recht. Als ik dat nu in de prullenbak doe, dan is dat voor jou al gek. Want dat heb ik in 15 maanden lang nog nooit gedaan, volgens jou. Wat ik nu doe, dat is dan fucking gek. Dat is prima dat jij zo in die finale gekte zit. Maar gozer, de mensen die hier fucking wasted zijn... en dat ze niet meer weten hoe of wat, hoe ze moeten reageren... dat ben jij en dat is een merel. Jullie hebben wantrouwen, ik niet. Maar lief Ger... Nee, ja, vertel maar. Je bent alleen maar andere dingen aan het doen de laatste weken. Maar gozer, degene die hier het meeste wantrouwen hebt naar andere mensen, wie jij roept ook het meeste van, ja, iedereen is aan het veranderen, enzovoort, enzovoort. Ja, maar moet je nou maar gozer, jij gozer. Doet het ook. Wat doe ik anders dan? Hè, bijvoorbeeld aan Lex, of die even wat anders doet, dat doe jij ook. Maar wat doe ik anders dan, Ger? Jongen, ik doe gewoon jij bent perfect. Waar ik vanaf dat ik binnen ben. Nee, maar Jess, jij bent perfect. En daar valt niks op aan te merken. Jij bent een mens die nooit fouten maakt, dat is fantastisch. Hè? Huh? Daar wil ik je voor bedanken. Zou ik je vertellen hoe het allemaal begon? Nee, hoeft niet. Nee, maar hoeft niet. Nee, maar je hoeft mij niet... Jij hoeft mij niet te vertellen... Nee, ik zeg toch nee? Ik zeg toch nee? Jij vraagt... Je stelt me... Jij stelt een vraag. Ik zeg nee. En toch doe je zeg je. Wat heeft mijn inbreng dan nog in dit gesprek? Is dit echt voor het geld, Gerrit? Nee, ik hoef het niet voor het geld te doen, Jess. Maar waarom ben je nu veranderd dan? Ik ben niet veranderd. Ik ben gewoon Gerrit. Ik ben nog gewoon normaal. En als jij vindt dat ik niet normaal ben, mag je dat vinden. Is ook dikke prima. Maar ja, volgens mij, heel eerlijk gezegd, wat ik ook tegen jou daar zei op dat moment, dat meen ik ook. En daar zit ook al een heel groot vraagteken, want toch vraag je het elke keer. Hoe vaak ben ik naar je toegekomen van, joh, yes, ik heb dit en dit over je gehoord, ga je op me stemmen? Nul, omdat ik vertrouwen in jou heb. Nee. En nee, oh luister, maar andersom, hoe vaak heb jij het mij wel niet gevraagd? Ja, maar hoe vaak heb jij dingen verneukt? Ja, in jouw ogen heb ik shit verneukt. We zetten gozer, op gozer, het veld wordt er neergezet. Kies je voor Jordi. Je moet je niet vergissen in dat je jezelf nogal te grabbel gooit. Mag in je gozer, vertrouwen. Ja, maar wie is hier nou de hele tijd aan de wantrouwen? Terwijl ik gewoon heel duidelijk ja, maar ben. Gozer, dat is gebaseerd op jouw gedrag, hè? Op mijn gedrag? Ja, dat is niet gebaseerd op mijn gedrag. Oké, ja, prima. Ja, het zal zo zijn. En je zal het wel bij het rechte eind hebben, want jij hebt altijd gelijk. Ja, ik vind het nogal een twijfelachtige situatie, Ger. Je kan niet 15 maanden lang iets doen en dan uiteindelijk in één keer, een paar weken voor het einde, in één keer hele andere dingen beginnen te doen. Omdat jij het een twijfelachtige situatie vindt, dan is dat waarschijnlijk ook zo, want jouw mening, dat is ook zo. Stel voor, ik zou nu zeggen van, het is geen twijfelachtige situatie. Wat dan? Vind jij dat je de laatste weken niet anders gedraagt? Nee, ik ben gewoon lekker mezelf. Oké, dat is wel uit. Nou, maar geloof je mij? Nou ja, ik zie heel wat anders. Oké. Ik geloof best dat jij dat idee misschien hebt, of dat je dat idee hoog probeert maar, te houden. Maar nee, stel je voor, hè, ik zou dit idee... Het staat in de sterren geschreven dat jij een hele andere Gerrit bent. Nee, maar stel je voor... Ik vraag je of je vrienden bent of geen. Je kan er niet eens antwoord op geven. Je staat maar moet ik daar antwoord op geven, omdat jij dat vraagt? Als ik zelf nog niet eens weet hoe of wat. Waar komt het vandaan? Waar komt het dan vandaan? Oh, dus jij... Waar je altijd de boot hebt afgehouden... In één keer nu haal je foto's van Amy haal je van de muur. Zeg je, ja, dat doe ik voor jou omdat ik aan onze toekomst buiten denk. Dat heb ik niet gezegd, Jess. What the fuck zit je... waar komt dit vandaan? Ben ik heel benieuwd naar. Van Fren en Merel. Fren en Merel? Ja. Nou, dan wacht ik even op Fren. Ja, moet je doen. Maar waar komt het dan vandaan? Hoe is dit ineens veranderd? Je begint hele andere zaken te doen. Je begint mensen op werken aan te spreken. Je begint het te hebben over geld verdienen. Je hebt het over... Geld verdienen? Er zijn meer belangrijke dingen dan alleen de zichtbare dingen. Er zijn meer belangrijke dingen dan het geld verdienen en de financiën bijhouden. Er zijn ook andere hele belangrijke taken. Maar gozer, wat wil je er nou mee zeggen? Dat ik nu wat closer ben met Fren? Wat wil je er mee zeggen? Nee, maar ik heb heel erg mijn vraagtekens bij, heb, Ger. Nee, maar en als je me dan niet eens kan vertellen of je verliefd bent of niet. Maar wat denk jij? Ik vraag gewoon, wat denk jij? Nou, ik denk van niet, Ger. Nee, maar wat denk jij wat die situatie met Fren is? Wat denk jij?
Nou, ik denk dat het te maken heeft, het valt allemaal wel heel erg toevallig samen met dat Milena en Shelly op de bank zitten. Help me. Ik vraag ervoor met Milena, de moeder aan het hek. En dan? Dat je niet zo lekker alleen kan zijn, Ger. Oh, je kan niet zo lekker alleen zijn. Nou wel dan? Dat denk jij. Ja jongen, weet je wat? Dus je kan nu de hele tijd... Nee, maar denk je dat echt? Fren, heb jij gezegd dat ik de foto's van Amy van de muur heb gehaald omdat ik aan onze toekomst denk? Nee, ik heb gezegd dat je dat voor mij deed. En dat je hebt gedacht aan de toekomst buiten. Hoe het is hier. Waar komt dat vandaan dan? Toch? Nou, meer of we verder gaan kijken, maar niet over een hele toekomst. Over hoe het buiten zal zijn tussen jullie? Nou ja, of kijken of we wat gaan doen dan of niet. Ja. Maar hoezo ben ik onderdeel van dit gesprek? Ja, omdat hij dat in één keer erbij benoemt. Nou, slaap lekker. Had je nog meer willen horen? Nou, ik ben een beetje verbaasd om de volgende reden. Had je dit antwoord niet verwacht? Nou, ik weet niet wat jij allemaal bespreekt met een Frenny of een Merel. Ik heb dat letterlijk niet gezegd. Nou, dan heb je het misschien net een ander. Gozer, gozer. Dus jij bent niet bij een gesprek geweest, maar nu ga je wel invullen van... Oh, dan heb ik het waarschijnlijk anders ingevuld. Dat is de bullshit. Maar je hebt hem meegenomen en vertellen dat die foto's van Amy van de muur af zijn? Ik heb haar meegenomen? Ik heb haar meegenomen? Ik weet niet waar je het over hebt. Maar waar gaat het dan over, Ger? Ben je verliefd op of niet? Ik weet het niet, Jess. Wat wil je horen? Ik ben heel erg benieuwd waarom je zo verandert, Ger. Omdat ik... Oké. En daar vind jij Frenny ook een reden van. Dat ik daarom dus ook wat closer met Frenny ben geworden. Nou, ik weet niet wat je motivatie is. Maar waarom ga je het dan invullen, Jess? Nou, het is toch vreselijk wat je doet? Nee, je weet niet wat ik doe, maar nu vind je het vreselijk. Dus eigenlijk zeg je van, je weet het al zeker. Nou, weet je wat het mee te maken heeft, Ger? Je hebt 15, 16 maanden lang geen flikker uitgebracht. Ja, yes. Echt geen flikker. Yes? Je kan je ene voet voor je andere. Gozer, als jij mij probeert te blackmailen, vind ik hartstikke goed. Maar als ik iemand wil aanspreken op hun werkgedrag, wat ze dus niet uitvoeren, dan is dat mijn vrije keus om dat te doen. En dan hoef ik niet, zoals Jesse, de Messias, de Alwetende, de redder in het utopiaanse noodwereld, dan hoef ik niet... Poepuitspraak. Nee, dat is geen poepuitspraak. Want jij wil je profileren hiervan. Hier, ik ben Jessie. En ik ben een mens die geen fouten maakt. En enzovoort, enzovoort. Dat hoef ik niet te zijn. Nee, maar ik hoef dat niet te zijn, Jess. En als jij dat wil zijn, fantastisch. Moet je dat lekker doen. Moet je lekker dat toneelstukje daar lekker opvoeren. Fantastisch. Ik hoef het niet te zijn. Toneelstukje. Ja, dat ene fucking toneelstukje. Dichterbij. Jij bent gewoon een wandelend toneelstukje hier. Dat is prima. Niet goed bij je hoofd, gozer. Jij bent echt niet goed bij je hoofd. Ja, het is gewoon zo. Kijk, hey, Jess. Ja. Dit bedoel ik nou weer precies met uitlachen. Ja, ik ben toch niet goed, man. Ja, oké, maar nu ben ik niet goed. Maar jij lacht mensen alsnog uit. Ja, tuurlijk lach ik juist. Ah, fantastisch. Dan laat je weer lekker de echte Jessie zien. Lekker uitleggen. Lekker denigeren. Lekker denigeren, gozer. Zo in één keer. Gozer, je bent lekker aan het denigeren. Je zit alleen maar mensen uit te lachen. Ik vind het hartstikke leuk. Maar je moet even bij je eigen na. Werken voordat er een finale was en voordat er geld. Gozer, als zou ik dat doen, dan is het mijn eigen fucking recht om dat te doen. En dan hoef jij er niks over te zeggen. Dat mag wel, is fantastisch. Maar. Ja, ik ben eigenlijk ook wel uitgesproken tegen. Maar die foto's heb ik toch helemaal niet tegen jou gezegd? Heb ik het gewild? Hé, Fren. Hij denkt dat ik jou gebruik voor de finale. Dat is eigenlijk kort gezegd wat hij denkt. Oké. Denk je dat? Ik heb toch al tegen je gezegd dat ik denk dat je niet op weg bent. Yes. Heb je ook al even verteld aan Maris coach zit met de finale? Wie je bij de laatste vijf wil hebben? Nou, Maris niet in ieder geval. Heb je dat al verteld? Nee, heb ik nog geen gesprek. Dacht ik al. Ja, het is zo'n sukkel van een gozer, jongen. Echt, ik heb gewoon... Deze jongen is gewoon in een nieuw lichaam gestapt. Ik hoef het niet te horen. Ja, en als je dan vraagt of hij verliefd is, dan weet hij het niet. Ik slaap lekker. Wat een poepvlek. Nou, dames en heren, dit is wat geld met mensen doet. Oh. Wat een fucking bang vertoning.